We zijn hier bij het Budo-centrum in verband met een schaakwedstrijd. En ik praat erover met Marcel Kroosemrink, voorzitter van het Winterswijks Schaakgenootschap. Zeg ik dat goed zo? Dat klopt helemaal. Want wat is er vanavond aan de hand? Wij spelen vanavond een oefenwedstrijd tegen Suutloon. Dat doen we nou voor de vierde keer. Suutloon heeft ons 3 jaar geleden uitgenodigd in Duitsland om de contacten aan te halen. En sindsdien is dat, misschien mag je daar na 4 jaar niet van spreken, maar toch een kleine traditie uitgegroeid om dat 1 keer per jaar tegen elkaar te gaan spelen. Ja, het komt een beetje omdat er al vrij lang wat Duitse spelers bij ons op de club spelen. En er zijn ook wat spelers van onze club die in Duitsland spelen. En zo zijn die contacten in de loop der jaren gegroeid. En op een gegeven moment heeft dat geleid tot deze jaarlijkse oefenwedstrijd om de contacten nog eens extra aan te halen. Dus bij ons op de club, maar ook bij sommige andere clubs in Nederland, wordt gewoon elke week een wedstrijd gespeeld. En in Duitsland kennen ze dat eigenlijk niet zo. En mensen die dan gewoon ook elke week graag willen schaken, die zoeken gewoon een club op waar dat kan. Dus in die zin is het denk ik meer van de Duitsers uitgegaan om in Nederland te gaan spelen. En omdat ze toen in Nederland speelden, kwam dan kunnen jullie ook wel bij ons spelen. En zo gaat dat dan. Maar ik denk dat het initiatief oorspronkelijk een beetje van de Duitse kant kwam. Hoeveel Duitsers spelen er mee bij het WSG? Dan moet ik even goed tellen. Volgens mij 6. En Winterswijkers in Duitse team? Ik denk ook 6. En is dat dan hetzelfde Duitse team of zijn er meer? Nee, er zijn 3 mensen die bij Suutloon spelen en ook 3 die bij Stadloon spelen. En die mensen uit Duitsland, die komen ook, er komt er 1 uit Stadloon, 4 uit Suutloon en 1 uit Raasveld. Dus daar hebben we ook nog connecties mee. Oké, zullen we vast een zet doen dan? Nou, ik zal er vast eentje doen. Wat zullen we eens doen? Dat lijkt me een illegale zet. Een illegale zet? Stop maar. Dit was eventjes. Waarom illegaal? Hij mag maar 1 stapje. Oh, wacht even. Hij is al verdwenen. Hij zit al verder. Ja. Klopt. Ik spreek met de voorzitter van de schaakvereniging uit Suutloon, Reinhard Funke. Wie lange sind Sie schon Vorsitzender? Seit 1 jaar ben ich Vorsitzender. Und vorher? Vorher war das Hubert Schmenk, der das 26 Jahre lang gemacht hat. Sie sind jetzt hier mit Ihrer Mannschaft, um einen Freundschaftskampf zu machen? Ja, wir spielen jetzt das 4. Mal gegeneinander. Wir laden uns gegenseitig ein. Winterswijk war schon 2-mal in Suutloon. Wir sind jetzt zum 2. Mal in Winterswijk. Und wie gefällt das Ihnen? Das gefällt mir sehr gut, weil die Freundschaft dadurch immer weiter vertieft wird. Wir auch durch gegenseitigen Austausch von Spielern jetzt auch wirklich schon 7, 8 Personen haben, die im jeweiligen Verein gegenseitig sich helfen. Ja, Suutloon hat immer schon eine sehr starke Mannschaft gehabt, 1956 gegründet und hat früher Freundschaften gehabt zu Vereinen aus Enschede, weil sie noch keinen vergleichbaren Verein in Winterswijk ansprechen konnten. Und seitdem wir aber jetzt einen Kontakt aufbauen konnten, durch den Spieler Johannes Höhing, haben wir jetzt gesagt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah. Und es freut uns auch sehr, dass wir die Farben von Winterswijk vertreten dürfen. Wir merken das auch, wenn wir so in Kämpfen spielen, zum Beispiel gegen Amsterdam, dann fühlen wir uns ganz klar wie Winterswijk.